Mark Diemers staat voor het eerst in de basis bij de Graafschap. Hij wordt gehuurd van FC Utrecht. Ik gun Cambuur het allerbeste. Alleen het half jaar even niet. Ik ben nu een superboer en wij moeten gewoon punten gaan pakken en we moeten er gewoon in blijven. Ik ben natuurlijk altijd een Cambuurman geweest. En geweest ben ik nu eigenlijk nog wel. Alleen klaar, ik ben nu bij de Graafschap en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Het gaat hier hartstikke goed. Dus ik hoop uiteindelijk dat we Cambuur onder ons houden. Hoe leeft Bim in de selectie die striert met Cambuur, die degradatie striert? Ja, die leeft wel natuurlijk. Er zijn veel jongens mee bezig. Toen Henk de Jong bijvoorbeeld uitging, ook kreeg je gelijk de groep af van hey, de trainer is eruit en misschien liggen hier voor ons weer extra kansen. Dus zo kijk je wel naar je concurrent natuurlijk. Ik krijg wel veel berichten, ja. Zeker naar wedstrijden, zoals hier bijvoorbeeld thuis tegen ADO toen ik man of the match werd en toen we uiteindelijk 3 punten pakten. Ik kreeg heel veel berichtjes uit Leeuwarden en ik heb je zien spelen, je speelde echt goed en weet je wel, maar speel niet te goed en help de Graafschap niet te veel, want anders zijn wij er straks uit en zo. Dus die berichtjes krijgen wel, maar goed, best wel met een knipoog die berichtjes, dus dat is wel leuk. Nou, we gaan naar de kleedkamer, de plek waar het natuurlijk ook gebeurt, waar besprekingen worden gehouden en waar we uiteindelijk voor trainingen en na trainingen zitten. Dit is de fysioruimte dan. Ja, hier worden we natuurlijk gemasseerd en zo, dat spreekt wel voor zich, denk ik. Ja, en hier heb je onze kleedkamer. Klein op zich, maar dit is mijn plek. En hier, mijn shirtje hangt hier ook. Wist dan ook wat er 2 april te gebeuren stond? Ja, dat weet ik wel. Dat is de wedstrijd tegen Cambuur hier thuis. Hè? Dus die heb ik al omcirkeld in mijn agenda. Dus het is een leuke wedstrijd. In april sowieso 2 leuke wedstrijden. Ik tegen Cambuur en Utrecht. Tegen mijn beide oude clubs. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.